een stabiele atoomkern zijn twee krachten in evenwicht. De ene kracht is de elektromagnetische kracht. En de elektromagnetische kracht zorgt ervoor dat twee gelijke ladingen elkaar afstoten. Zo'n kern bestaat natuurlijk uit een hoeveelheid positief geladen protonen. Die protonen willen elkaar het liefste afstoten. En zou er alleen deze kracht werken, dan zou een atoomkern nooit stabiel kunnen zijn. Maar er is nog een tweede kracht en dat is de sterke kernkracht. Deze sterke kernkracht zorgt ervoor dat op hele korte afstanden, afstanden vergelijkbaar met de grootte van een atoomkern, protonen en neutronen aan elkaar vast blijven plakken. Wanneer beide krachten dus in evenwicht zijn, dan hebben we te maken met een stabiele atoomkern, een atoomkern die niet uit elkaar valt. Interessant is natuurlijk om te kijken naar de situatie waarbij je die stabiele atoomkern niet krijgt, waarbij dus de elektromagnetische kracht groter is dan die sterke kernkracht. En wanneer dat gebeurt, zal de atoomkern vervallen als je maar lang genoeg wacht. Bij de ene atoomkern gaat het heel snel, bij de andere moet je misschien miljoenen jaren wachten, maar op een gegeven moment vervalt zo'n atoomkern. In de grafiek rechts is dat proberen zichtbaar te maken, want in de grafiek zijn een groot aantal isotopen weergegeven. En wat je kunt zien is dat het al dan niet stabiel zijn van de atoomkern afhangt van de verhouding van protonen en neutronen in die atoomkern. Is die verhouding precies goed, dan krijg je een stabiele situatie. Heb je een teveel of een tekort aan neutronen of protonen, dan krijg je te maken met een instabiele atoomkern. Een kern die, als je maar lang genoeg wacht, vervalt. Goed, laten we eens even in detail kijken naar deze grafiek. Wat zie je? Op de x-as is van elke isotoop uitgezet hoeveel protonen er in de kern zitten. En op de y-as is uitgezet hoeveel neutronen er in de kern zitten. En één kleur is erg belangrijk en dat is namelijk de kleur zwart. Elk zwart blokje wat je ziet in deze grafiek geeft weer een stabiele atoomkern. Een kern waarbij de beide krachten, de elektromagnetische kracht en de sterke kernkracht, elkaar precies kunnen opheffen. En je ziet dat bij relatief lichte atomen, hier linksonder in de grafiek, dat je stabiliteit krijgt wanneer je ongeveer evenveel neutronen als protonen in de kern hebt. Naarmate de atoom zwaarder wordt, bestaat het meer dan, laten we zeggen, 20 protonen, dan zie je dat die zwarte lijn een beetje naar boven buigt. Dan heb je blijkbaar meer neutronen nodig dan protonen om zo'n kern stabiel te krijgen. Naast zwart zijn natuurlijk ook een aantal andere kleuren zichtbaar. En al de andere kleuren, alle kleuren behalve zwart, geven aan een atoomkern die niet stabiel is. Maar ze geven daarnaast ook nog iets anders aan. Ze geven daarnaast ook aan wat er gaat gebeuren met die atoomkern als je maar lang genoeg wacht. En er zijn een aantal opties. Die opties staan hier rechts weergegeven. En het duidt allemaal een verval aan. Er schiet dus iets uit die atoomkern, waardoor die atoomkern vervalt tot een andere atoomkern. En uiteindelijk vervalt zo'n atoomkern dan tot een atoomkern die wel stabiel is, tot een zwarte atoomkern. En als je nou gaat kijken, dan zul je zien dat er automatisch eigenlijk iets gebeurt waardoor zo'n isotoop zich zal bewegen in de richting van die zwarte lijn. Wanneer een isotoop zich onder de zwarte lijn bevindt, dan heeft het relatief te weinig neutronen in de kern. Je kunt ook zeggen, het heeft te veel protonen in de kern. Bevindt de isotoop zich een beetje boven die zwarte lijn, dan heeft het juist een teveel aan neutronen en een tekort aan protonen. En wat er dan gebeurt is dat er een verval plaatsvindt, waardoor die verhouding protonen-neutronen zich wat weer meer gaat ordenen richting deze ideale zwarte lijn. Nou, laten we eens kijken met deze blauwe kleur. Dat zijn allemaal isotopen die eigenlijk te veel neutronen hebben. Wat wil dat blauw nou zeggen? Nou, dat blauw wil zeggen dat er een beta-minstraling vrijkomt. We gaan hier in detail nog naar kijken, maar beta-min is niks anders dan een elektron wat de kern uitschiet. En wat er eigenlijk in die kern gebeurt, is dat een neutron
uit elkaar valt in een elektron en een proton. Het elektron schiet de kern uit en het proton blijft in de kern, waardoor je dus netto meer protonen hebt gekregen en minder neutronen. En het probleem was van al deze blauwe isotopen dat je te veel neutronen hebt. En je ziet dus dat door een beta-minstraling af te geven, de hoeveelheid neutronen afneemt en de hoeveelheid protonen toeneemt, waardoor je dus richting deze stabiele zwarte lijn gaat. In hele sommige gevallen, je ziet er hier nog wat paarse puntjes, kan er ook echt een neutron loskomen. Maar dit komt eigenlijk heel weinig voor en dit gaan we ook niet tegenkomen bij de sommen. Ga je kijken in het gebied hieronder, dan hebben we dus te maken met isotopen die te weinig neutronen hebben of juist te veel protonen. En dan zijn er ook een aantal opties. Je ziet wat rode stipjes. Dat zijn situaties waarbij er een proton de kern uit komt schieten. Nou, als er een proton de kern uitschiet, dan heb je dus het probleem van te veel protonen. Dat wordt dan heel erg effectief tegengegaan. Alleen het komt niet zo vaak voor. En je krijgt ook niet heel veel sommetjes waarbij je hiermee moet gaan rekenen met een protonverval. Wat veel vaker voorkomt is een beta plus verval. En een beta plus deeltje is een gek deeltje. Want het is eigenlijk een positron. Het is een elektron. Het is even zwaar als een elektron. Het heeft eigenlijk alle kenmerken van een elektron. Behalve de lading. Een positron heeft een pluslading, waar een elektron een minlading heeft. Nou, hoe kan dat nou? Wat er bij deze oranje gekleurde isotopen gebeurt, is dat een proton uiteenvalt in een positron en een neutron. Het positief geladen positron verlaat de kern en de neutron blijft erachter, waardoor je netto krijgt dat er meer neutronen zijn gekomen en minder protonen, waardoor dus je weer, maar dan van de andere kant, richting die ideale zwarte lijn gaat. Wat komt er nog meer voor? Nou, een hele belangrijke die voorkomt is de geel gekleurde blokjes. De geel gekleurde blokjes, je ziet al, dat zijn vooral de zwaardere elementen waar dat gebeurt. De zwaardere instabiele elementen, die hebben een teveel aan protonen en een tekort aan neutronen. Die kunnen ook uitschieten een alfadeeltje. En we weten al wat een alfadeeltje is. Een alfadeeltje bestaat uit 2 protonen en 2 neutronen. Dus zo'n isotoop, als hij een alfadeeltje wegschiet, die verliest 2 neutronen en 2 protonen. En dan zou je zeggen, ja, maar dan schiet hij netto eigenlijk toch weinig op. Nou, netto schiet hij wel wat op, want al deze isotopen liggen boven deze lijn, en deze lijn is eigenlijk de lijn van elementen die precies evenveel neutronen als protonen hebben. Ze liggen er allemaal boven, dus ze hebben allemaal een overschot aan neutronen. Alleen het overschot is nog niet groot genoeg. Nu schieten ze een alfa deeltje weg, waardoor ze 2 protonen kwijtraken en 2 neutronen. Maar omdat ze al een overschot neutronen hadden, krijg je dat het element wat je overhoudt, procentueel meer neutronen heeft dan protonen. Dus je beweegt je ook weer richting die zwarte lijn toe. Ze hebben een grote kans dat ze stabiel gaan worden. Wat je vaak ziet is dat je niet één keer een verval krijgt voordat een instabiel atoom stabiel wordt. Maar dat kan vaak over meerdere schijven gaan. Een instabiel atoom vervalt tot een ander instabiel atoom, vervalt weer, totdat je uiteindelijk een stabiel atoom overhoudt. Dan nog één punt waar ik jullie op wil wijzen en dat is dit bovenste zwarte puntje bij atoomgetal 82. Nou, 82 hoort bij lood. Dit is het zwaarste element wat nog stabiel is. Alles zwaarder dan lood, dus dit hele gebied, is instabiel. Wat wil zeggen dat je dus nooit die ideale verhouding krijgt tussen protonen en neutronen, dat zo'n atoomkern blijft bestaan. Dus hij zal zich altijd vervallen tot je uiteindelijk overhoudt lood of een ander element wat lichter is dan lood. De kern van het verhaal. Een atoomkern is stabiel wanneer de verhouding van neutronen en protonen in de kern precies juist is. En wat je dus ziet is wanneer dat niet het geval is, dat er dan een verval plaatsvindt. En dat verval dat dient er eigenlijk alleen maar toe om uiteindelijk een atoomkern over te houden die wel stabiel is, waarbij de verhouding wel juist is.